gaan met z'n allen in 2026 hele grote beslissingen nemen in het kader van de herijking van het Delta-programma. En dan moeten we vanuit deze regio heel goed begrijpen waar we wonen en wat er nodig is om hier veilig en gezond te blijven wonen. En hoe we het voor elkaar krijgen dat ons mooie gebied in 2050 het klimaatrobuuste Delta is. Ik hoop dat bereikt is dat de Hollandse Delta spreekt als mooie titel van deze bijeenkomst. Dat dat ook daadwerkelijk doordringt dat we de Delta aan het woord moeten laten met al zijn natuurlijke processen. En dat we zelf ook onderdeel zijn van die natuurlijke processen. Wat ik zie is waar mensen behoefte aan hebben, is dat we samen een blik vooruit kunnen hebben in plaats van te denken vanuit de conflicterende belangen, om verschillende mogelijke toekomstbeelden samen te kunnen schetsen en voorstellen. En dan vervolgens ons ongelooflijk wantrouwen op te schorten om echt te kunnen onderzoeken wat we daarvan kunnen bereiken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het waterdomein ontzettend lange termijn gericht is van oudsher. En dat ze dat zich moeten realiseren om die lange termijn gerichtheid opnieuw beter uit te dragen.